Nou, vandaag de dag CP20. 20 minuten constant pauwen. Ik ga straks rijden. Ik heb net een ingewikkelde warming-up gedaan. Ik denk, doe even snel een videootje op dit stukje weg. Ik draai hier zo om. En dan ga ik daar naar beneden. Daar ga ik het doen. Lang, onderlangs de dijk. Als het goed is, weinig verkeer. Ik ben heel benieuwd. Ik heb echt geen flauw idee op wat voor getal ik moet gaan zitten. Het wordt de eerste keer. Dus we gaan het zien. Ik ga het gewoon proberen. En als ik als het niet gaat, dan gaat het niet. En ik maak 20 minuten vol. En dan doe ik een volgend filmpje. We gaan het zien. En dan heb je echt zo'n ingewikkeld opwarmschema. Dat je het ondanks de fietscomputer er gewoon bij moet plakken. Aero rood. Met briefjes. Dat was hem. Ik ben 2 minuten klaar. Mijn hartslag omhoog naar 180. Hoeveel wat? Geen idee. Ik heb alles tussen 260 en 400 plus voorbij zien komen. 20 minuten gereden. Ik denk dat ik heb kunnen opbouwen in die 20 minuten. Tot 15, toen ben ik een beetje ingezakt. Even een bochtje. Na de 15 even iets laten zakken. Maar na 16,5 bestond dat al niet meer. En bij de laatste 30 seconden heb ik nog wat power bijgegeven. Dus ik ben heel benieuwd wat Florian ervan zegt. Maar ik reed hier. Lekker toch? Ik ben één wandelaar en 4 fietsers tegengekomen. 1 auto. En dat was het. Prima weg om dit te doen. Tussen de bloesems. En ja. Ik denk dat ik het wel goed gedaan heb. Ik ben benieuwd. Nu uitrijden. GA1. Dus ik gok dat het in Nederland D1 is. Dat weet ik eigenlijk niet. En dan op gemakje naar huis. En dan zit je er ineens middenin. De omloop van Borselen.